passen. Oh, zou ik zo maar kunnen? Ja, ik heb wel. Ja, dan voel je je gewoon comfortabel. Hè? Nee, dat is een compliment. Hè. En ik voelde het wel. Ja, maar het is niet erg. Wat heb je al beelden teruggekeken? Ja, ik heb het gezien. Oh, dat was echt... Je ziet op een gegeven moment echt op beeld, omdat jij de telefoon hebt gepakt, ja. Dat ze er zo uitvliegt. Echt zo. Tof, hè? Ja, zo mooi. En de ontlading ook gelijk op mijn gezicht van, ze is eruit. Ja, het is bizar. Ja. Ik ben echt blij dat alles is gefilmd, want ik heb het helemaal niet zo ervaren. Nee, hè? Nee, echt niet. En heb je ook die oerkreetje en zo gehoord? Wauw. Ja. Ook dat heb ik helemaal niet doorgehad dat ik dat heb gedaan. Ik weet nog dat ik van tevoren... Oh, kijk, daar ga ik al. Kleermaker zit. Dat ik van tevoren dacht... misschien ben ik bang om te hard te gaan schreeuwen of zo, maar ik heb mezelf helemaal laten gaan, blijkbaar. Mag je weer gewoon... Alles stiekem? Ja, uit. Ja. Zet je hem aan. Oh, kijk. Ja, dit programma duurt 15 minuten. Mag je gewoon 15 minuten doen? Ja. En het gaat vanzelf. Er komt het even. Super. Ja? Hey, kijk nou. Er zitten echt van die handschoentjes in die romper. Ja, dat moet ook, want ze is weer aan het krabbelen. Oh. Dus even kijken in die schelp, Felix. Kijk eens. Kijk nou hoe... Oh, joh. Jeetje. Kuntje. Misschien kunnen we jou gelijk op boerderij zetten, hè? Goed zo. Ik heb weer honger.
Ja, je hebt honger. Ik zie het al. Je hebt gewoon weer honger. Dan gaan we even eten, schatje. Helemaal niet, maar het zit al dagen met dat haar. Dus de eerste strook die je doet, gaat dus eigenlijk best wel laag. Het zit waar het lekkerst als je naar het begin bij je schaamt. En wat doet dit ook alweer? Ja, het zorgt dus eigenlijk voor een sneller herstel. In de zin van, het voert vocht, bloed en lucht sneller af. En het zorgt daardoor ook dat je organen sneller op hun plek teruggaan. En dat je buikspieren sneller op hun plek teruggaan. Ja. Het genereert wel echt warmte, dus je krijgt het misschien wel. Ja. Dat het hier nu ook al zo warm is, wel warm. Maar door die warmte is dus inderdaad ook dat het sneller herstel er is. Dus ook je baarmoeder gaat sneller krimpen en zo. En het zorgt ook vaak voor een opvulling van de leegte, van het gevoel van leegte, zeg maar, wat je kan hebben als het je dan eruit is. Ik weet niet hoe je dat ik moet ervaart. Zeggen dat ik dat, maar dat ik dat eigenlijk niet heb. Ik dacht dus dat ik dat wel zou hebben. Ja. Maar nee. Prima toch? Qua strakte voelde het nog goed, of zeg je maar wat strakker of maar wat losser? Hij zou zelfs nog wat strakker kunnen. Vandaag is Mimi haar due date. En due dates zijn natuurlijk bullshit. En baby komt gewoon wanneer hij of zij er klaar voor is. Het is nu 10 dagen met ons. Nou, je hebt net gegeten. Je hebt net gegeten, gekkie. Wil je nog meer?
Het mag. Maar jeetje. Wow. Ze is nu 10 dagen met ons. En ik kan me al geen leven meer zonder jou voorstellen, hè? Ik kan me al geen leven meer zonder jou voorstellen. Ze is zo klein. Niet omdat ze 10 dagen eerder dan haar due date is geboren. Ze is gewoon sowieso een kleine baby. Wij hadden dus alleen maar maat 50 voor haar gekocht. Of althans vanaf maat 50. We hebben ook 56, 62, 68. Maar ze past alleen maar maat 44. Net zo mini, ja, Mimi. Dus ik heb allemaal pakjes voor haar besteld. Vooral ook veel wollen dingen. Want wol houdt haar warm en ademt tegelijk heel goed. Dus we hebben ook hier haar wollen dekentje. Maar goed, het voelt dus heel surreal om haar al 10 dagen in mijn armen te mogen hebben. Terwijl ze eigenlijk vandaag pas zou komen. Ik dacht dus dat ze heel veel later zou komen. Iedereen om mij heen dacht eerder. En als ik nu terugkijk op mijn gedrag in de laatste weken, dan had ik echt wel kunnen weten dat ze eerder kwam. Ik was me heel erg aan het afzonderen van iedereen. Ik wilde niemand zien. Ik was ook echt op mijn ademhaling aan het letten met alles wat ik deed. Ik was heel veel moe. Ik sliep heel veel. Echt al naar binnen aan het keren. En volgens mij zeg ik dat ook wel in een van mijn laatste vlogs. Ja, het is gewoon mooi dat je achteraf echt kan zien dat ik gewoon al aan het preppen was voor giving birth to her. En mijn water brak op deze exacte plek waar ik nu zit, op de grond. Dus dat is ook bizar dat ik hier nu op haar due date met haar in mijn armen zit. Op de plek waar het eigenlijk allemaal begon, 10 dagen geleden. Hé meisje, mijn kleine Mia. Ik ben zo aan het genieten van deze nieuwe mombubbel. Alles lekker ontdekken samen en geen werk. Ik mag ook echt van geluk spreken dat ik natuurlijk voor mezelf werk en dat ik gewoon heel veel jobs heb gedaan voor deze tijd. I just feel really blessed dat ik dit gewoon samen met haar mag gaan beleven deze aankomende weken. Felix gaat natuurlijk op een gegeven moment wel weer aan het werk, maar ook die is er nu gewoon en zo nu en dan zit hij hier op zijn laptop, maar we zitten eigenlijk vooral nog heel erg in onze bubbel met z'n allen. En de afgelopen 10 dagen hebben we eigenlijk gewoon heel veel geleerd van de kraamzorg. Ik heb geleerd dat borstvoeding geven echt nog wel een puzzel is. Ik heb dus heel erg overproductie. Ik moet zeggen dat het nu al meer in balans is, maar het is gewoon interessant om te weten wat je dan allemaal moet doen om dat weer in balans te krijgen en hoe je aan haar ontlasting kan zien of het goed gaat met het borstvoeden. Ik merk dat ik telkens meer aan het landen ben en aan het gronden ben. De eerste 3 dagen stond ik echt strak van de adrenaline en kon ik niet huilen. Ik keek naar haar en ik was nog steeds in disbelief van oh my god, je bent er, maar hoe dan? En daarna weet ik nog zo goed, er was een moment, ik lag met haar op bed en ik staarde naar haar en zij staarde naar mij en ik begon zo hard te huilen. Ik besefte toen gewoon, oh, je bent er. Mijn meisje is er gewoon. Wil jij niet een keer gewoon dat ik even hier blijf dat jij een rondje naar mij doet, gewoon zelf? Dat jij even buiten komt. Gewoon zonder moesje, gewoon even in je eentje. Dan doe je gewoon een klein stukje, maar dat je gewoon even, dat is lekker weer. Scary. Ja, dat is nou, dan loop je alleen de straat uit bijvoorbeeld en dan kom je weer terug. Gewoon, dan hoef je niet gelijk, naar Leuzen te lopen. maar gewoon een stukje. Eerste keer outside. Oh, it's okay. Kijk nou bij je op. Je bent wel weg. Ach, Mimi. Yay! I feel like such a fucking mom. Wow. Dit is de allereerste keer dat ik haar draag. Deze draagzak hebben wij mogen lenen van mijn kraamzorg. Want
Ik heb natuurlijk een hele mooie draagzak gekregen van Artie Pop. Van ja, natuurlijk. Ik weet niet of ik die ooit heb laten zien aan jullie. Echt verliefd op die. Maar zij is zo inimini dat ze daar nog helemaal niet in past. En waarschijnlijk duurt dat ook echt nog wel een half jaar. Maar ik wil er juist nu gewoon heel veel dragen. Dus wij hebben deze geleend om even uit te testen welke we zelf kunnen kopen. Als zij haar slaapjes doet, kan ik natuurlijk ook gewoon een babyfoon neerzetten. Maar ik merk dat ik me gewoon een beetje schuldig voel. En dat zullen moeders vast wel herkennen. Vooral als ze wakker worden, dan denk ik, ja, dan lig je daar maar. Een beetje te liggen. Het is toch veel gezelliger als je gewoon bij me bent. Of als ik in ieder geval dicht bij je ben. Dus dit vind ik een hele fijne oplossing. Dus ik ben even aan het swiften hierboven. We hebben gisteren stofgezogen, maar het is nu alweer zo'n teringzooi bij Moesje. Dus ik ga niet elke dag stofzuigen. Dus dan doen we dit maar. Er zijn ook hele leuke dingen binnengekomen vandaag. Let me show you. Als eerst haar voetstoel. Maar hij is dus best wel groot. Hij zit wel heel lekker. Echt heel comfortabel zelfs. Maar deze, de poef, die hoort er ook nog bij. En haar bedje moet hier nog komen. Want die hadden we weggehaald voor de bevalling. Dus om heel eerlijk te zijn, ik ben niet per se teleurgesteld. Want het is natuurlijk mijn eigen schuld. Ik had dat gewoon moeten meten. Dat Oh, wat is er, schatje? Wat is er? Zit het een beetje strak als ik ga zitten? Is dat het? Maar, oh, hi, word je wakker? Je snapt niet zo goed waar je in zit, denk ik. Je zit in een draagzak, Mia. In een zak, zodat ik je dicht bij me kan houden. Kan mama lekker aan jou ruiken? Want jij ruikt zo lekker. En dan kan je lekker met me chillen terwijl ik aan het werk ben. Want schoonmaken, it's part of the job now, huh? Nou, wat was ik nou aan het vertellen? Pregnancy brain is er nog, hoor. Nou ja, anyways. Ik baal dus gewoon een beetje, want die poef, ik weet niet zo goed wat ik ermee moet. Hij gaat in ieder geval niet terug, want ik heb 5 maanden op deze stoel gewacht. Dus denk maar. Denk maar dat ik hem weg ga doen of terug ga doen of whatever. No, we're gonna make it work. We're gonna make it fucking work. En dan is de stoel voor in de slaapkamer ook eindelijk binnengekomen. Hij staat mooier met die deur dicht. Maar ja, ik moet gewoon best wel vaak in deze kast zijn. Omdat ik daar dit rolkarretje heb voor haar. En die stond eerst naast de tv. Maar de stoel is een stuk breder dan dat ik dacht. Again. Dus ja, nou ja. This will do. Dus ik zou hier in de nacht kunnen voeden. Ik zou ook gewoon in haar kamer kunnen voeden. Ik heb nu een soort van opties. Terwijl ik letterlijk gisteren geen opties had. En nog zeurde dat ik echt niet lekker zat in bed. Hoor je dat? Dat is jouw papa. Die komt hier altijd aanracen. Alsof hij de enige op de wereld is. Met zijn geluid op 100. Ja, goeie pokoe wel. Kijk dat kutkopje van je. Ja, vind je het heel gek. Hè? Pretty! Het staat voor verbintenis, hè? Dus ik dacht eentje hier zo en eentje op Mia haar kamer. Hè? That's very cute. Heb je allemaal kristallen in je kamer, meisje? Oh, fuck. Hoor je die? Ja. Ja. Ik wil een kus. Hij kijkt echt van, yo, fuck hem, man. Hey, moedersdag.
Wauw, ik zit gewoon in beeld zo. Het lijkt voor mij echt alsof ik never in beeld ben. Onze kinderen op bed. Ben je zo milk drunkie? Maar je moet nog boren, gekkie. Nou, weer terug naar bedje. Gaan we je weer naar bedje brengen? Ja, kom maar. Oh, leuke lichaampje. Oh, heb je weer de hikkies? Hiccups. Wat een dotje. Felita. Felita. Ja, dag. Hey Mimi. Ja, papa vindt je interessant. Oh. Hi. Hallootjes. Ach, meisje toch. Even kijken hoor. Nee, je bent gewoon hard aan het persen. Zullen we even je buikwikkel uitdoen? Want die zit ook wel veel in de weg nu, hè? Hopla. Hey, zal ik wat kamilleolie op je buikje smeren? Een beetje kamilleolie, niet schrikkie. Kijk. Lekker hoor. Ja. Oh, zitten al die puffjes dwars. Moeten we even een mini massage doen. I love you. Het spijt me dat je je zo voelt. Ja, gaan we even samen je pakje pakken? Gaan we even samen je pakje pakken? Ja. Gaan we eens kijken hoe groot hij is. Je droogt beentjes. Zullen we er een beetje olie op doen? Ja. Dit is veel te groot, hè? Ja. Zullen we het even aan papa laten zien? Nee, dit wordt hem niet, hè? Lekker, hè? Zeestelling. Lekker, hè? Je handjes zitten mooi. Dit is toch veel te groot. Wacht even hoor, even één keer. Mimi. Nou, maar je lijkt het wel een beetje lekker te vinden. Lekker pakkie, Mimi. Hallootjes. Klein pakketje. Klein pakketje. Gaan we samen op stap? Zo gezellig. Zo gezellig. Zin in hoor. Let's go.
zo agressief. Zo baldadig. Ja. Moet ik eten? Hij zit niet daar meer. Ja. Goed zo. Eet smakelijk. Dat is nog altijd even een opgave. Ik heb hele afgevlakte tepels. Dat is ook een van de redenen dat ik tepelpiercings nam op mijn 18e. En nu met borstvoeding merkte we gelijk dat ze me heel veel moeite had met het vinden van mijn tepel. Omdat het dus gewoon geen bolletje is. Dus ik heb van die tepelhoedjes. Kan ik zo wel laten zien als ze klaar is. Wat aan de ene kant natuurlijk heel chill is, want daardoor kan ik gewoon borstvoeding geven. Aan de andere kant, als ze die eraf kikt, wat ze heel snel doet, omdat ze echt aan het grijpen is en aan het zoeken is naar mijn borst, dan ligt hij er ook gewoon af. Dus dat is gewoon een beetje een gedoe soms. En dan moet ik zeggen dat een andere pose, dus echt de soort ja, meest bekende borstvoeding pose, dat je gewoon zo zit met je kind op je arm, dan gaat het al veel beter. Maar deze pose is voor haar beter wat betreft haar krampjes. Omdat ze dan meer moeite moet doen voor de melk. In plaats van dat die zo woes in haar mond stroomt. Als je weer iets te gulzig aan het drinken, hè? Ja, dat dacht ik stiekem ook wel al. Gooi het er maar uit. Wat zit je dwars? Ik zie het. Gooi het er maar uit. Oh, oh, oh. Kijk, dit is zo'n tepelhoedje. Zo zie je dat ze daar veel makkelijker in kan happen dan op mijn afgevlakte tepel. Hey, je bent mooi. Nou, dan gaan we toch nog even zo boren. Misschien dat het er zo dan wel uitkomt. Toch? Okay. Goed zo. Zie je, dus dat je gewoon wat dwars. Zie je. Ik weet het. Gooi het er maar uit. Je moedjes. Mama is ook moedjes. Ik wilde jullie eigenlijk een verhaal vertellen over hoe mijn moederdag was, maar misschien dat ik eerst even ga slapen met haar. Want ik voel hem nu ook wel. Ik wilde dus een dutje doen, maar de boodschappen komen binnen. Tussen 3:05 en 4:15. Het is nu 2:03. Zo irritant. Dus of ik ben zo boodschappen aan het uitpakken, of ik moet echt nog 3 kwartier wachten. En dat is best lang als je moe bent. Ik heb dus de laatste tijd telkens vaker dat ik een vlog gewoon klaar heb liggen, alleen ik vergeet hem te uploaden. Dus deze vlog is wel ook klaar, alleen ik wil even dubbelchecken of de muziek niet te hard staat. Nog klaarmaken hoor. Dit blijft er natuurlijk niet allemaal. De dag van mijn bevalling. Mijn hoofd op die dag. Dus zeg maar voordat ik wist dat ik ging bevallen. Ik was zo puffy. En ik zeg ook in dat fragment dat ik me echt niet mezelf voel. En als ik nu kijk. Ik heb al zoveel vocht verloren. Dat was echt al na dag 1 hoor, moet ik zeggen. Ik ben mezelf niet naar beneden aan het praten. Hè? Maar het is gewoon, ja. We zien allemaal dat ik hier een stuk meer puffy ben. Hier ook bijvoorbeeld. Wow. Dan nu. Ik heb mijn kaaklijn weer terug. En dat is dan bizar dat het gewoon echt alleen vocht was. En dat het poets meteen weg is. Zodra de zwangerschap voorbij is. Zo, dus die gaat live. Ja, moederdag. Felix is zo onwijs lief voor mij geweest op moederdag. Hij had ontbijt gemaakt, lunch, avondeten. En hij was gewoon heel thoughtful throughout the whole day. Nou ja, dit is natuurlijk mijn eerste moederdag. En ik moet zeggen dat de afgelopen 5 jaar... ik mezelf elke keer een beetje aanpraten van nee, het gaat wel. Maar dan aan het einde van de dag besefte ik toch, oké, ik vind het toch best lastig dat ik mijn moeder niet spreek. Ik hoor Mia. Wat zei ik nou? Die vergeetachtigheid is er nog steeds trouwens. I really can't help it. Ja, dat de afgelopen 5 jaar waren dus gewoon aardig heavy op zo'n dag dat je zelf dan je moeder niet spreekt. En kijk, ik kan met jullie niet 100% open zijn over wat er nou allemaal is gebeurd. Dat hoeft ook verder niet. Maar het is allemaal heel traumatisch geweest en allemaal heel
ja, hoe zeg je dat? Het heeft wel getekend hoe ik ben als moeder nu. Op een positieve manier wel hoor, omdat ik gewoon een voorbeeld heb van hoe ik het niet wil. En dat ik er gewoon wel echt volledig voor mijn kinderen, nou ja, nu kind, wil zijn. En daar word je op zo'n dag als moederdag gewoon extra mee geconfronteerd. Omdat je dan allemaal posts op social media voorbij ziet komen. Allemaal verhalen over hoeveel iedereen van hun moeder houdt. En ja, dat heb ik niet. Dus dat is dan gewoon extra confronterend. En ik merk dan ook dat als ik mijn telefoon op zo'n dag wegleg, dat ik me veel beter voel. En helemaal niet echt aware ben van dat het moederdag is. Maar ja, aan de andere kant vind ik het ook juist wel goed om erbij stil te staan. Wat zo'n dag met me doet. En wat het nou betekent. En wat het nou zegt over de band die ik met mijn moeder heb. En hoe ik dat veranderen in het moederschap, nu ik zelf moeder ben. Dus dit was wel een verademing. Voor het eerst in 5 jaar had ik niet het gevoel dat het een hele zware dag was. Het was juist een hele, ja, een dag vol met inzichten en gewoon heel veel dankbaarheid. Omdat ik nu zelf mama ben en zo'n mooie dochter heb, zo'n lieve dochter heb. En ik nu al gewoon helemaal gek op haar ben. Terwijl ze pas, nou ja, nog niet eens een maand in ons leven is. Dus ik ben gewoon heel benieuwd wat de toekomst brengt en ik weet dat ik zal nooit geheeld zijn van dit trauma. En dat is oké, want nou ja, een trauma wordt natuurlijk weer helemaal open gegooid op het moment dat je voor nieuwe situaties komt te staan. En nu ik een kind heb, is alles nieuw. Elke dag is nieuw. En al die mijlpalen zullen me ook weer doen laten herinneren aan hoe het voor mij was toen ik zo oud was. Of het zal me in ieder geval doen laten herinneren aan ouderschap in het algemeen en dan dus ook aan ouderschap hoe mijn ouders dat hebben aangepakt. Dus ik ben me er zeker van bewust dat ik nooit volledig geheeld zal zijn van dit trauma en het ook echt nog wel vaak op mijn bordje zal komen, vooral deze aankomende tijd. Maar ja, ik moet zeggen dat ik wel het gevoel heb dat het mij als persoon gewoon elke keer weer meer inzichten geeft en me meer laat groeien en me ook wel echt de mogelijkheid geeft om, ja, gewoon nog meer te beseffen dat keuzes maken vanuit liefde in plaats vanuit angst zo belangrijk is en dat het bij mij zo natuurlijk gaat. Of, nou ja, het voelt nu natuurlijk omdat ik heel veel heling heb gedaan en heel veel aan mezelf heb gewerkt en aan mijn trauma's. Maar dat het nu dus zo natuurlijk voelt om door het leven te bewegen met liefde in plaats van angst. Voelt voor mij echt als een blessing. En ik ben heel dankbaar dat ik mezelf elke keer door de shit heen heb gesleept. Zodat ik nu makkelijk voor liefde kan kiezen in plaats van voor woede of voor verdriet. Dus I'm very happy. En ik heb een hele fijne moederdag gehad. Een hele leuke cadeautjes gehad. En een heel lief kaartje waar ik echt om heb lopen janken. Godver, ik hoop dat die boodschappen zo komen. Dan wil ik ook lekker slapen. Want ik ben kapot. Hoor je dat? Ze heeft de hik. Goedemiddag.
meisje. Word maar rustig wakker, dan gaan we lekker eten. Vandaag was echt een hele goede nacht. Morgen is ze precies 5 weekjes oud. En eigenlijk is ze vanaf het begin echt al heel consequent met hoe vaak ze wakker wordt in de nacht. Ze wordt gewoon elke 3 uur wakker. Dus als we ongeveer om 11 uur voor het laatst voeden, dan zijn we rond 12 uur klaar. Dan wordt ze rond 3 uur wakker. Dan rond 6. En dan rond 9:30. En dan is het ook nog eens heel fijn dat ze dus niet krijsend wakker wordt. Ik hoor gewoon babygeluidjes dan. Die Felix trouwens niet hoort. Dus het laat echt zien. Nou ja, ik denk dat het gewoon moederinstinct is. Dat je dus wakker wordt van de kleinste babygeluidjes. Maar vandaag werd ik tot mijn verbazing wakker om 5:30. Dus ze heeft gewoon langer doorgeslapen. En nu is het bijna 10 uur. Ze heeft gegeten. Ze heeft een nieuwe luier gehad. Wij houden haar na het eten nog 20 minuutjes overeind. Dus dan zit ik zo, dan zet ik haar hier en dan wieg ik haar heen en weer. Omdat ze gewoon heel veel last heeft van krampjes. Het is nu dus bijna 5 weken en de krampjes worden op zijn ergst rond de 6 tot 8 weken. Ik heb nooit baby's om mij heen gehad. Dus ik had geen idee dat het een soort standaard ding is dat elke baby hier doorheen gaat. Natuurlijk, de een heeft er meer last van dan de ander, maar hun darmflora moet natuurlijk nog helemaal op gang komen. Dat er nu voeding doorheen komt, is gewoon heel nieuw voor de darmpjes. En die moeten er helemaal aan wennen. Hoi hoi, zou je voor mij het pakketje voor kunnen laten? Ja, tuurlijk. Super. Ja, klopt. Dankjewel, hetzelfde. Zo veel aan zo'n deurbel. Ik hoef gewoon niet meer naar beneden voor pakketjes. Oh ja, ja, dus dat baby's er gewoon sowieso aan moeten wennen. En dat zorgt voor pijn en krampjes. En het is echt heel zielig om te zien. En je voelt je heel machteloos. En ik weet nou eigenlijk helemaal niet meer waarom ik dit verhaal vertel. Vandaag is mijn dag. We hebben sinds kort dat Felix dus 3 dagen in de week heeft dat hij werkt. Maandag, woensdag, vrijdag. Vandaag is het donderdag, dus vandaag ben ik aan de beurt. Nou moet hij wel wat dingetjes doen. Voor het huis en voor ons wel gewoon hoor, niet voor zichzelf. Maar daardoor ben ik alsnog wel met de baby bezig. En ik denk dat ik er tussendoor ook gewoon wel voed. Want ja, ik weet niet, als ik er toch ben, als ik toch hier thuis ben, dan heb ik liever dat ik haar gewoon voed dan dat ik ga kolven. Want melk moet hoe dan ook je borst uit. Dus niet dat ik het kan laten zitten of zo. Felix die gaat de draagdoeken dus terugbrengen. En ze vroeg of we ook nog kleding hebben die we kunnen weggeven of doneren. In de maat 44, want dat past toch niet meer. Maar bizar dat ze hierin paste. En dat paste niet meer. Nu is dit haar broekje. Oh mijn god. Hé, dat is insane. Dat heb je gewoon helemaal niet door als je haar... Als je haar vast hebt, gaan we alle kleertjes weggeven die je niet meer past, meisje. It's a lot. Hey. Goedemiddag. Of morgen eigenlijk. Was dat een lekker morning napje? Duurde niet zo lang, hè? Mama zou eigenlijk moeten werken. Maar mama is nog steeds niet aan het werk. Nee. Ik zie alweer hoe dat gaat vandaag. Ik zie alweer hoe dat gaat vandaag. Hey,
Hi. Hallootjes. Heb je de hik weer? Je hebt de hik altijd. Je hebt altijd de hik. Mama gaat helemaal niet werken, joh. Chili. Zometeen. Het is echt stom, maar ergens denk ik... Maar wat nou als we een tweede baby krijgen? Maar ja, dan... Dat duurt nog zo lang. Even samen chillen. Zal ik maar even een muziekje opzetten. Dit boze mevrouwtje heeft net een uur bij me gegeten. Een uur. Mama is exhausted. Ja, hoe ben jij nog niet milk drunk? Hoezo ben jij nog niet moe? Mijn god, Mimi. Het is wel echt een verademing om beneden te zijn. Want eigenlijk ben ik voornamelijk boven. Als ik hier dan kom, dan voel ik me helemaal een brand new person. Ik heb sowieso sinds de zwangerschap een rare allergie opgebouwd. Ik had al huisstofmeidallergie. Ik ben ook niet echt allergisch voor Moesie. Maar ik merkte wel dat als hij heel lang bij mij in mijn armen lag, dat ik dan jeuk kreeg. Of ook jeuk aan mijn gehemelte en moest niezen. Jeuk aan mijn ogen. Maar ik heb dat nu dus ook echt als hij gewoon in de slaapkamer bij ons ligt. Wat niet chill is, want daar slaap je en dan word je wakker met een volle neus. Dus dat is niet heel chill en ik merk hier beneden gewoon echt meteen verschil. Het is nu natuurlijk ook nog eens hooikoortsseizoen. Dus ik weet nou niet of ik per se hooikoorts heb of gewoon ineens nog gevoeliger ben voor Moesie. I guess we'll never know. Maar hier beneden heb ik er dus echt een stuk minder last van, terwijl ik nu pal naast Moesie lig. En dat komt hoogstwaarschijnlijk door onze luchtreiniger van Dyson. Ik zal jullie hem even laten zien. Dit is de machine. Zoals je ziet is het ook echt een pareltje om te zien. Dus ik vind het niet erg om hem hier in de woonkamer te hebben staan. Wij hebben deze hier al staan sinds dat wij hier zijn ingetrokken. En ik heb dus echt nooit klachten hier beneden. Dus ja, daardoor ben ik er zo erg van overtuigd dat het toch echt wel door de luchtreiniger komt. Deze hebben wij gekregen van Dyson. Maar het is voor mij misschien wel een goed idee om ook eentje aan te schaffen voor boven. Dit model is een 3-in-1 machine die de lucht bevochtigt en reinigt. En wat ik zo chill vind... is dat er een app bij zit. Ik zeg heel eerlijk, als ik iets met mijn telefoon kan bedienen, dan voel ik me gelijk al gewoon super high-tech. Je ziet nu je de app opent een groene achtergrond bij mij. Dat betekent dat de luchtvochtigheid en de luchtkwaliteit nu heel goed is. Dat staat er ook. Links onderin kan je hem uitdoen. Dus als ik daar nu op klik, dan gaat hij ook uit. En je hoorde dat hij nu best wel veel lawaai maakte, maar dat komt omdat hij op stand 6 stond. Dus als ik daarop klik, dan kan ik die ook naar beneden doen. Rechts onderin zie je alle knopjes die je ook op de afstandsbediening ziet. Je kan de richting van de luchtstroom veranderen. Dus nu gaat de lucht naar achter toe, wat voor ons niet heel chill is, want dan gaan we naar de muur toe. Dus die zetten we weer terug. Zoals je ziet heb je automatische standen, maar je kan er dus ook voor kiezen om hem handmatig te bedienen. Mocht je hulp nodig hebben, heb je een live chat. Nou jongens... ik moest toch even Mimi erbij halen, want ze was niet zo blij. Die was niet zo blij. Nee. Dus al met al is het voor ons echt een must voor in het huis. Zeker nu ik ook haar heb, wil ik al helemaal dat de lucht hier gewoon goed is. Want ik weet hoe het is om dus wel last te hebben van dat de lucht hier vies is. Want ik voel dat boven.
Waar we dus wel verandering in gaan brengen. Want mama gaat hem denk ik ook gewoon voor boven kopen, hè? Ja. Ja, het is oké. Nou, het is niet oké, blijkbaar. Je bent een beetje moody vandaag. Ja, je bent een beetje moody vandaag, schatje. Bij deze sluit ik de vlog af. Ik ga me lekker focussen op haar. En lekker chillen met mijn bebé.